We hebben net een fucking dope freestyle battle gehad, voornamelijk van Insano. Wat vond je zelf van? Even om dit te laten zien. Dan weet je hoe lang ik ben. Fuck Insano. Sorry. ja, ging wel lekker man. Eerste ronde is altijd een beetje warm lopen. Maar gewoon punches zaten wel goed erin. Killer Krop kwam qua flow en zo, kwam je wel gewoon, hij kwam consistent, hij chokte niet en zo. Ja. Maar ik denk dat dat toch de overwegende ding is hoe je delivert en hoe je je punches brengt, man. Dus, als je nou heel eerlijk moet zijn, hè, want je killde vanaf begin tot eind, als Killer Krop alles had geschreven, hè, hij zou zich voorbereiden puur op die battle van Insane. Zou je hem alsnog killen? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen echt gewoon bijna een hele ronde tegen mij schreven, maar meestal, ik reply heel veel. Dus... op het moment dat je schrijft heb je vaak betere bars, maar dat nodigt mij dan ook weer uit om beter te replyen. Dus dat ligt er dan aan. Als ik als tweede moet, dan is de kans aanzienlijk groot dat je het dan alsnog aflegt vaak. En je gaat vaak ook een beetje stambelen als je echt bars pre-written hebt, zal ik maar zeggen, als je die echt van tevoren hebt voorbereid. En je weet ook niet wat er gebeurt. Het kan ook opeens dat ze opeens een andere beat erin gooien en dan. Snap je? Dus het heeft geen zin, man. Maar ik hield hem vanaf de eerste seconde dat je op de beat kwam. Ik had het gevoel dat je 80-90% schrijvend kan klaren met een freestyle. Ik vond het fucking dope. Respect, man. Tot de volgende ronde. Laat, man.